Intussen is hij waarnemend burgemeester af en kan hij gaan genieten van een eindeloos vrije zomer. We zijn voor de laatste parkpolitiek van dit seizoen neergestreken op het Ajax-terras van de stad Schouwburg voor een gesprek met Josias van Aartsen. Ja, van harte welkom, meneer Van Aartsen. Dank u wel. Midden op het Leidseplein. Geweldig. Ja, en u bent vrij burger. Ik ben inderdaad helemaal vrij burger, ja. Gunt u zichzelf ook een beetje de tijd om nu van die zwoele stad, want in die setting zitten we nu hier vanavond, ook een beetje te genieten van Amsterdam? Ja, dat waren we wel van plan. Want toen ik kwam heeft minister Ollengren, eerste lokale burgemeester, die zei tegen mij, en het is vooral ook veel genieten. Er is zoveel te doen in de stad. Ja, daar denkt u na 7 maanden inmiddels anders over. En toen dacht ik al, nou, hoe zit dat dan? Dat geloof ik haast niet. Maar nee, daar komt heel weinig van. Want het is natuurlijk een hele intensieve periode geweest. En ik ben nu van plan om inderdaad eens een beetje door de stad te zwerven. Behalve die nachtelijke tochten die we hadden met rond december door de grachten. Hoe heet het ook alweer? Nou, het mooie... Het Light Festival, denk ik. Light Festival. Ja. Nou, ik wil overdag ook gewoon een keer door de grachten varen. Dat hebben we over dit weekend ook gedaan met goede vrienden van ons. Nou, heerlijk. En ook dit is echt uw uitvalsbasis, hè? Want u had een appartement hier vlakbij, om de hoek. Dit is ook een druk stukje Amsterdam. Heel druk stukje Amsterdam, maar ik ben blij dat we dat gedaan hebben. We zijn er nog tot eind van deze maand. Omdat je waar je bestuurt, moet je ook de atmosfeer voelen. Je moet, kijk, als ik in Zuid was gaan wonen en er was de hele drukte discussie was bij mij aan tafel gekomen, dan had ik misschien gedacht, goh, moet ik toch eens een keer gaan kijken. Maar ik zat er nu middenin en 's avonds laat had ik nog eens de gewoonte om even hier te lopen. Nou, dan krijg je Amsterdam wel echt helemaal mee. Ja, maar heel veel mensen, u voelt de hartslag van de stad hier, maar die mensen die hier wonen, die vinden eigenlijk dat de leefbaarheid onder druk staat. Dat het eigenlijk te druk geworden is. Ja, nou ja, kijk, enerzijds moet Amsterdam er heel blij mee zijn, want die mensen die zetten ook wat om. Kijk, al die cafés hier, die restaurants, nou, kijk, in de Lange Leidse, daar wordt allemaal geld verdiend natuurlijk. Maar dat is ook wat het nieuwe college staat, is een onderdeel ook van het collegeprogramma, dat je de balans weer moet zien te vinden. Nogmaals, er zijn maar stukken... Maar heeft u dat ook ervaren hier? Want in die lange Leidse dwarsstraat stond als u ook nou in de rij bij de Als ik heel eerlijk ben, viel gaten? Ons dat heel erg mee. Oh, ja? Maar wij zaten, dat moet ik ook, we zaten niet in het stuk waar al die restaurants zijn, maar tegen de Spiegelgracht aan. En ja, 's nachts hoorde je wel eens wat, tenminste als ik er wakker van werd. Maar ja, dat is ook iets heel simpels. Hè? Dat zijn van die smalle straten met die hoge huizen. En als iemand ook maar een beetje zijn stem verheft, dan hoor je dat. Maar als ik nou heel eerlijk ben, moet ik zeggen dat het mij en ons nogal meeviel. Oké. Okay. Nou, maar het goed. Dat hoor je niet veel hoor, dat geluid. Nee, dat weet ik. Er is mij ook alsmaar gezegd, zeg dat nooit. Maar nu zeg ik het wel. U zegt wel meer dingen bij het scheiden van de markt, toch? Waar we straks misschien nog wel even op komen. Maar... Nou, dat hangt er vanaf natuurlijk, van de vragen. Maar maar dat er iets moet gebeuren, dat is duidelijk. En ik moet zeggen, het collegeprogramma is wat dat betreft gewoon goed. Maar ook dit hele vraagstuk van natuurlijk het verkeer in de stad, dat zal heel veel aandacht vergen de komende 4 jaar. Ik ben ervan overtuigd dat wethouder Dijksma dat gewoon heel goed en geregisseerd zal gaan aanpakken, uiteraard met de stad, met het stadsdeelcentrum en andere delen van de stad die daarbij betrokken moeten worden. Nou, het is gewoon verstandig dat nu in dit college op een goede manier, denk ik, aan de orde komt. Wij gaan even terugblikken vandaag. Dan is het logisch dat we eigenlijk misschien wel bij de aanleiding beginnen waarom u uiteindelijk waarnemer werd hier in Amsterdam. Dat was natuurlijk het verdrietig overlijden van burgemeester Van der Laan. Laten we nog even kijken naar beelden van vorig jaar oktober, zijn afscheid bij het Concertgebouw. Ja, dat was een indrukwekkend afscheid dat weekend van burgemeester Van der Laan. U was daar ook die dag, ik heb u daar gezien. Dat maakt natuurlijk op iedereen indruk, maar ook op u.
Ja, uiteraard. Het was een heel mooie bijeenkomst in het concertgebouw. Met hele mooie speeches. Ik herinner me heel goed de speech van Karin van der Wansum, de kabinetschef, met wie ik natuurlijk de afgelopen maanden ook heel intensief heb gewerkt. Geert Mak had ook een fantastisch betoog, waarin hij volgens mij ook heel eerlijk Eberhard neerzette zoals die was. En fantastische muziek. Ja, en u kende hem natuurlijk goed vanuit het G4-verband. U heeft wel eens gezegd dat u eigenlijk een beetje met een soort van frisse tegenzin aan deze klus begon. Mm-hmm. Voelde u zich schatplichtig tegenover hem om dit uiteindelijk echt te gaan doen hier in Amsterdam? Dat weet ik niet, want de relatie, dat heb ik ook wel vaker gezegd, mijn relatie met iemand als Abu Taleb is veel nauwer geweest, veel intensiever dan die met Eberhard. Dat had ook te maken met de nabijheid van de twee steden, Rotterdam en Den Haag, die in Zuid-Holland natuurlijk vlak bij elkaar er zijn en ook heel veel met elkaar te maken hebben, ook een metropoolregio. En we hebben veel met elkaar als G4 gesproken, overlegd. Maar ik kan niet zeggen dat ik een hele nauwe band met Eberhard had. Als ik dat zou zeggen, is dat onjuist. Ja, dat is eerlijk. Maar u deed het wel, ondanks dat u ook al heeft aangegeven dat u niet echt stond te springen. Nee, maar dat had vooral te maken met het dringende beroep wat op mij is gedaan door de fractievoorzitters van de toenmalige raad. De commissaris van de Koning heeft daar uiteraard ook een rol in gespeeld. De minister-president heeft mij op een ogenblik benaderd. Ik had wel geregeld, want de aanvankelijke bedoeling was dat tot ongeveer november, december dit jaar er een waarnemer zou zitten. Daar heb ik met één van gezegd, dan doe ik het niet. Om de doodeenvoudige reden dat zo snel mogelijk er weer een burgemeester in Amsterdam moet zitten. Daardoor was er wel enorme druk op de ketel om die nieuwe burgemeester te gaan benoemen. Misschien te veel druk, of niet? Nee, dat denk ik niet. In Den Haag is het in dat tijd ook vrij snel gegaan. Standaard zegt men, er staat zo'n 9 à 10 maanden voor, maar dat is echt onzin. En zeker voor een stad als deze. Je moet een burgemeester hebben die er 6 jaar zit, en dat was voor mij ook een belangrijke overweging, heel snel met het nieuwe college wat zou aantreden na de verkiezing. Ik wist natuurlijk toen ook niet hoe lang dat zou duren, maar dat zit er dus nu al vanaf begin juni voluit. Dan is het wel belangrijk dat de nieuwe burgemeester voluit meedraait aan het begin van zo'n college. Vooral ook omdat dit college, en daar heb ik geen enkele zorg over, veel meer een team moet zijn dan het voorgaande college. Laten we even doorgaan naar een volgend moment. Was het vorige geen team dan? Vraag ik me nu af. Als u dat... Nou, ik heb het idee. Ik heb het ook wel gemerkt. Nou was ik er wel bij het slot natuurlijk van dat college bij de laatste maanden. Maar ik had echt het idee dat ze iets te weinig met elkaar gewoon eens een keer een borrel hadden gedronken. Ja, en dat helpt namelijk. Je leert elkaar. Maar beïnvloedde dat ook het beleid uiteindelijk? Ja, als je elkaar niet goed kent, als je de, laat ik zeggen, niet weet hoe een ander exact in elkaar zit. Je kunt veel meer van elkaar hebben wanneer je elkaar goed kent, wanneer er echt een teambuilding is gedaan. Voor wat betreft het huidige college heb ik daar geen enkele zorg over. En het mooie voor de stad is dan dat de buitenwereld, die vaak weet hoe het binnen zo'n college zit, niet allerlei gaten kan schieten in die verhoudingen. Want we wisten wel een beetje dat het vorige Amsterdamse college nou niet helemaal een team was. Ja, en hoe bedoelt u dat dat effect had op het beleid? Nou ja, het is, kijk, je maakt altijd beter beleid wanneer je echt elkaar kent, elkaar door en door kent, elkaar ook in die vreselijke terminologie overigens elkaar af en toe wat gunt, elkaar snapt, de bewegingen snapt. Wat beweegt nou een bestuurder? Dat is toch belangrijk. Dus als je elkaar goed kent, gaat het altijd beter. We gaan naar een volgend moment. Een moment wat, ik denk dat ik gerust kan zeggen, uw waarnemingsperiode hier wel getekend heeft. De schietpartij in buurtcentrum Wittenburg, waarbij een onschuldige 17-jarige Mohamed Bouchighi om het leven kwam. Twee gewapende mannen met bivakmutsen stormen gisteravond dit buurthuis binnen aan de grote Wittenburgerstraat. Het is pas even na 7 uur en er zijn veel jongeren aanwezig om te kickboksen, een kookles te volgen of te gamen op een PlayStation. We zaten heel rustig op de bank thee te drinken en toen zagen we opeens heel veel zwaailichten en toen was er al heel veel paniek in het buurthuis daar. En op dat moment renden er ook heel veel politie naar binnen, mensen in en uit. Ik klom hier ook over het hek heen. Hè? Men was aan het vluchten en je hoorde, ik geloof dat we nog 2 keer pof,
kapot geworden zo. Maar dat was het. Ja, hier bent u wel keihard in aanraking gekomen met de Amsterdamse realiteit als het gaat om de criminaliteit. Ja, absoluut. Dat heeft een heel ingrijpende gebeurd. Vooral natuurlijk voor degene die daardoor getroffen zijn. Vooral de vermoorde Mohammed en zijn familie. Daar ben ik vorige week dus ook nog geweest. Maar het maakte mij ook duidelijk wat het probleem is van de ondermijning in de stad. Want dit heeft dus alles te maken met cocaïnehandel in de stad. Met de criminele scene die daar omheen hangt. Het moet allemaal nog goed uitgezocht worden. Ik hoop dat het Openbaar Ministerie en de politie op enig moment ook de dader en daders kunnen vatten. Maar als dit gebeurt, en er is meer gebeurd in die periode. Femke Halsema was geloof ik 3 kwartier burgemeester en we hadden de schietpartij op de Ceintuurbaan. Hier moet dus wat aan gebeuren. Daar was ik al eerder, voordat dit gebeurde, ook met de raad, heb ik het in ieder geval aangekaart. En dit is bleek ook uit de speech van de burgemeester van Amsterdam. Dit is echt een topprioriteit. Ja, maar bleek ook uit uw afscheidsspeech, want u zei toen van ja, een waarnemer moet vooral risicoloos zijn. Zijn opvolger niet voor de voeten lopen. Nee, nou ja, geen profiel trekken. Geen profiel trekken, oké. Okay. Risicoloos kan niet in Amsterdam. Nee, dat is onmogelijk. Dat heeft u hier ook gemerkt. Want u krijgt ook veel kritiek op het moment dat u naar het zin van nou, misschien de media, een aantal buurtbewoners, uw gezicht daar niet snel genoeg laat zien. Ja, maar dat ik had mij je moet als bestuurder niet met één naar af van alles en nog wat rennen. Dat is gewoon bestuurlijk onverstandig. Je bent niet zomaar iemand. En je bent ook wel de burgemeester van de stad. Tweede punt. Maar dan was, de mensen wou, die willen u dan ik zien. Wou, ja, maar ik ben er ook geweest. Ik wou absoluut eerst naar de familie. Je gaat toch niet eerst daar naartoe en dan niet met de familie gesproken te hebben. Nou, die kon ik pas op dinsdagavond zien. Ik ben de dag daarna naar Wittenburg. Ik heb helemaal van niemand kritiek gekregen. Dat was een typisch persdingetje. Ja, u schrijft het dat echt af op de pers. Volgens mij was het toch in die buurt. We zagen net in die instart, die was gestopt. Nou, en daarom ben ik er ook heel intensief ook daarna nog weer ook terug geweest. Ik heb met allerlei groepen mensen daar gesproken. Een heel indringend gesprek ook met de vrouwen en de moeders op Wittenburg. Er is echt helemaal niemand die daar kritiek op had. En belangrijker is wat je doet dan dat je. Het geluid van de stad natuurlijk, uiteraard. Daar zijn we dan daar ben ik ook tot op de laatste dagen van mijn burgemeesterschap mee bezig geweest. We hebben heel veel gedaan aan ook de hulp, de steun. Ook gewoon qua inrichting van Wittenburg. Gewoon de verlichting verbeteren. Het buurtcentrum is weer geopend. We hebben daar ook een verschil gemaakt tussen jongeren en de wat oudere groep. Nou, zo, ik kan allerlei dingen opnoemen. Maar die speech nog even in het bijzonder, die wil ik even uitpikken van vorige week. Want daarin zei hij inderdaad van de lifestyle van de een mag niet bijdragen aan de dood van de ander. Ja. Daar zegt hij nogal wat natuurlijk. Ja, maar dat meen ik uit de grond van mijn hart. Er is een cultuur op een ogenblik. Allerlei mensen hebben behoefte kennelijk om cocaïne te slikken. Maar dat komt dus wel deze stad binnen via illegale routes. Mm-hmm. Waar veel geld aan wordt gediend. Waar veel criminelen een rol spelen. Niet alleen zitten die ergens in Latijns-Amerika. Maar ook hier in deze stad. En is dat dan een soort moreel appel aan mensen die in het weekend een lijntje snuiven om te denken van bedenk goed wat je doet en wat je in stand houdt? Dat heeft de korpschef van de nationale politie al een keer gedaan. Maar het gaat er vooral om volgens mij dat we via recherchewerk, via uitbreiding van de recherche hier in de stad Amsterdam, er gewoon echt zaak van gaan maken dat we degene die dit op hun kerfstok hebben, ouders van Mohammed, die haken ernaar naar het moment dat de lieden die hun zoon hebben vermoord worden gepakt. Maar dat betekent dat er zeer intensief werk aan moet worden verricht. Daar heb je mensen voor nodig, heb je capaciteit voor nodig. En die capaciteit is in Amsterdam te gering. Dus gaat die komen? Ook, daar heeft u zich voor ingespannen bij minister Grapperhaus? Nou, het was dus ook een appel aan het Binnenhof. Heb nou door wat er in Amsterdam aan de orde is, hoe het ingrijpt in die samenleving als we dat nu laten gaan. Krijgen we echt grote problemen in deze stad. Dus Binnenhof, behandel Amsterdam niet als
en gemiddelde andere gemeenten in. Nou, ik ben heel ver gekomen met de minister van Justitie. En dat gaat dan over een versterking van de agenten in de wijk, versterking van de recherche, meer agenten. Inzet. Ja, dat betekent rechercheurs en agenten. Meer ook gebruik maken van dat de middelen die er nu komen op het gebied van de zware criminaliteit. Maar durf, mijn oproep aan de minister is vooral geweest, durf nu Amsterdam wat dat betreft in een afzonderlijke positie te zetten van een aantal andere problemen die er in Nederland zijn. Ik ben dus ook enorm end met hem gekomen, ja. Maar hij liet mij uit buitenland, want hij zat toen geloof ik in Innsbruck, weten. Ik heb nu een ander probleem, dat is nou het probleem van de politieacties en de CAO. En ik kan op dit moment niet nu, los van de hele discussie over hoe ik een aantal dingen aanpak, zeggen we doen dit voor Amsterdam. Maar hij heeft mij gezegd, de plannen die er liggen voor Amsterdam, die passen in mijn beleid. Okay, nou, dus daar moeten we dan maar even op vertrouwen. Ik kan het dan niet. Dan moeten we er 500 zeggen. Hebben, geen 60, hè? Dat is een ingewikkeld verhaal. Dat had te maken met een oud verdeelsysteem. Zoals dat ooit is afgesproken. Eén ander punt wat ik ook dan nog even wil aanstippen. Want u had het ook over die vrijheid, blijheid. Wat ook deel van het DNA van Amsterdam is. Dat u dat ook in deze discussie een beetje tegen de borst stuit. Want u vindt ook dat, als het gaat om het drugsbeleid, men niet zo krampachtig moet zijn om dat ook los te laten. En om misschien, ik weet niet hoe wat u daarmee bedoelde, wat moeten er harder op gaan handhaven? Nee, als of zo, vrijheid, negatief drugsgebruik? Ja, zeker. Ik denk dat dat zeker aan die hele criminele kant rond de cocaïnehandel komt allemaal via Antwerpen, Rotterdam, de stad binnen. Daar zitten structuren bij. Het is een verdienmodel ook geworden. Maar als dat ertoe leidt dat kinderen hier in deze stad worden vermoord, omdat er totale amateurklootzakken, ik heb er geen ander woord voor, gaan schieten in een buurtcentrum, kan de stad niet zeggen, in iedere stad gebeurt wel wat. Nee, hier moet je gestructureerd aan gaan werken. En, staat wel haaks op het collegeakkoord wat u net al even aanhaalde, want daar staat juist in dat het gebruik van drugs gedecriminaliseerd moet worden. Maar ik denk dat men dat dan vooral had over het wietgebruik en hash, ook ecstasy, daar wil men ook misschien aan tornen. Het gaat om de echte zware criminaliteit die we hier hebben. En ik ben er het collegeprogramma staat ook de drugs, het hele drugsvraagstuk, daar moet echt goed naar gekeken worden. Dat is alles. En dat zal via repressieve maatregelen moeten. Heb je dus de hulp van het Binnenhof bij nodig. En via preventieve maatregelen, dan gaat het om gezondheidsvraagstukken. Ook onderwijs overigens, wat kun je eraan doen om kinderen duidelijk te maken hoe gevaarlijk dit allemaal is. Ook die pillen overigens. Nou, dat vergt heel veel investeringen. En ik denk dat Amsterdam dat waard is, want je wilt dit wel echt de wonderschone stad houden die het is. En voordat wij aan dit gesprek begonnen, stonden we hier al even over het Leidseplein uit te kijken en vertelde u me dat u in de jaren 60 hier natuurlijk een blauwe maandag heeft gestudeerd. Toen Louis van Gaal ooit terugkwam naar Ajax, zei hij, de cirkel is rond voor mij. Maakt dat voor u ook, dat uw carrière ook een beetje rond is met deze periode in Amsterdam? Ja, eigenlijk wel, want hier vlakbij was de sociëteit van het VU-koor, waar ik heb groen gelopen in 1966, werd je nog kaal geschoren in die tijd. Ik heb hier dus heel veel voetstappen liggen. Dus wat dat betreft, ja, inderdaad. Dat deep down speelde dat, waar ik dacht, het is... Het is niet alleen eervol, maar het is er ook wel een hele... Ja, het is ook een beetje echt Amsterdammer geworden, toch? Dat die nieuwsgierig maakt, die uitdaagt. Ja, eigenlijk wel, ja. Okay. en nu gaat u genieten van uw pensioen, denk ik. Heeft u nog een boodschap voor uw opvolgster? Nee, ik heb geen boodschappen meer. Die redt zich uitstekend, daar ben ik van overtuigd. Het is voor Amsterdam ook mooi dat zij het is geworden. Zij past ook bij dit college. Nogmaals, daar ben ik van overtuigd dat ze dit tot een echt team zal maken. En daar zal Amsterdam heel veel aan hebben. En wat zijn uw laatste woorden voor Amsterdam dan? Dat het een fantastische stad is. Okay. U gaat een memoire schrijven, denk ik ook. En komt daar nog een mooi groot hoofdstuk voor de stad dan? Er zijn mensen, je moet dat vooral doen. Ik heb natuurlijk wel een paar observaties uit twee steden in Nederland. Misschien ga ik dat doen.
maar daar ga ik nog eens even heel goed over nadenken. Oké, okay, nou, daar heeft u deze zomer dan ruimschoots tijd. Dank u wel voor uw komst naar de studio. Dank u wel ook voor uw inzet dank de afgelopen maanden. Veel succes met ATV. Dat gaat helemaal goed komen, zeker hier vanaf het Leidseplein. Dit was Park Politiek voor dit seizoen. De politiek gaat met reces, dus wij zijn er dan weer na de vakantie. Dat zal zo ergens eind augustus, begin september zijn. Tot dan. Nog wat dan?